Het Nederlands elftal is de voorrondes goed doorgekomen. Wat vindt u daarvan? Ja, het was een makkie. Dus dat was geen probleem. Het probleem komt pas nu. Dus, en nu hebben ze, geloof ik, Tsjechië. Dus dat zal ik ook wel kennen. Maar ja, de Noord, maar ja, goed, zover als ze komen, is dat goed. Ik vind dat te weinig. De passie mis ik dus in het verhaal. En dat vind je weer terug in het spel, hè? Er is geen activiteit er genoeg in. Ik zelf niet. Ik vind dat gewoon jammer. Dat het dus niet meer de beleving is van... Jongens, drank, kom op. He, er moet wat gebeuren. He, wij zitten dus te kijken naar zo'n wedstrijd. En dan zie je dat in een weer getik. He, dat balletje, tikballetje. Dat is wel leuk om te zien, maar er zit geen drive in. Dat goal is daar ginds. Daar moet je naartoe. Tussen die vier palen. Daar moet je het verhaal neerzetten. Bam! Ja, superleuk natuurlijk. Dan blijft de spanning erin, hè? Dus ja, helemaal leuk. Trots op dat het ze lukt. En nu hopen dat we doorzetten. Geweldig. Ja? Ja. Wat vindt u van het Nederlandse spel? Ik ben niet zo van voetbal, ik ben meer van Formule 1, maar... En die doet toch goed? Ja, Max doet het zeker heel goed. Ja, en ja. Ik hoop dat hij wereldkampioen wordt. Ja, nou goed, het was geen moeilijke pool, dus dat ging wel goed. U had er vanaf het begin vertrouwen in? Nou, eerlijk gezegd niet, nee. Nee, ik vond het niet zo sterk, die opstelling niet. De vijf verdedigers, dat vind ik niks. Ja, dat vind ik fantastisch. Had ik niet verwacht. Wat had u wel verwacht? Nou, ik had wel gedacht dat ze het heel moeilijk zouden krijgen, maar het verbaast me enorm wat ze doen. De drie ploegen waar ze tegen gespeeld hebben zijn natuurlijk niet de sterkste. Nee, dat is waar, maar Tsjechië staat nog lager op de ranglijst. Dus als ze nou van deze ploegen kunnen winnen, moeten ze van Tsjechië ook kunnen winnen. En dat is de ploeg die in de volgende ronde... Jazeker. Ja, vind ik wel mooi. Ja, ik heb zelf eigenlijk een paar wedstrijden gewoon gekeken, voor de rest eigenlijk niet echt. Niet echt. Wat vind je van het spel van de Nederlanders? Ja, ik vind het wel goed gaan. Sommige keren gaat het wat minder, maar voor de rest vind ik het wel gewoon goed gaan. Ja, ik vind de prestatie, maar ik moet nog zien hoe ver ze komen. Ik heb daar verder niet zoveel mening over. Ik volg het voetbal wel, nu, omdat het interessant is. Ik vind het super goed van hun, dat ze gaan door en... Maar ik vind persoonlijk wel een leuke situatie. En u vindt dat ze op dit moment niet goed voetballen? Nee, ik vind dat ze dus aanvallend een beetje afwachtend zijn. Ligt dat aan het systeem? Dat kan ik niet beoordelen. Mm-hmm. Ik ben geen bondscoach. Alhoewel. Je bent een van de 17 miljoen? Nee, plus één. Ja. Tsjechië is de volgende tegenstander. Wat vindt u daarvan? Dat is een leuke tegenstander. Kunnen ze van winnen? Als ze maar passie en... activiteit ontplooien. En alle ballen op goal, hè? Niet wachten tot, maar schieten op het goal. Ja, dat moeten ze niet onderschatten natuurlijk. Hè? De kans is groot dat ze denken van, oh, dat doen we wel in. Dat moeten ze niet doen. Want ze hebben nu in de WK-kwalificaties ook wel eens van Tsjechië verloren. Dus ze moeten wel bij de les blijven. Ja, eigenlijk ben ik er wel blij mee. Hè? Ik denk dat we daar wel van moeten kunnen winnen. Dus ja, leuk. En dan benieuwd wie de volgende tegenstander wordt. U kijkt veel naar voetbal? Ja, EK vind ik wel heel leuk. Eerder moet ik zeggen, toen ik jonger was, dan volgde ik nog wat meer voetbal. Dus wat verminderd. Maar EK en WK, ja, dat vind ik heel leuk om te zien. En de kansen van het Nederlands elftal? Die schat ik 75%. 5-3-2? Of ja, 4-3-3? Ik had liever 4-3-3 gespeeld. Maar ik ben een van die andere 17 miljoen bondscoaches natuurlijk. Ja. Volgende keer is het Tsjechië. Ja. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ik denk wel dat Nederland gaat winnen. Het is wel veel... Ik vind dat Nederland veel beter dan Tsjechië. En wat vindt u van het systeem wat het Nederland zelf al speelt? Geen mening over. Over de techniek ben ik niet in thuis. U wilt alleen een goede, leuke wedstrijd zien? Juist. Lekker thuis onderuit zitten en een leuke wedstrijd zien. Wordt Nederland Europees kampioen? Nee. Waarom niet? Omdat ze die capaciteit niet hebben. Het wordt Italië of anders Duitsland. En outsider Portugal. België. Wat hè? België. België? België? Doet die ook mee? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Ik denk dat ze deze ronde doorkomen. En dan komen ze ook nog wel als ze tegen Wales of Denemarken moeten in de halve finale. Maar daar krijgen ze dan toch Duitsland, Engeland. Of Frankrijk dacht ik. En België? België kan ook zeker, ja. Dus nee, dat wordt te zwaar. Ja, dat is waar inderdaad, Jaan. Ja, dat klopt.
Ja, nee, ja, ik hoop dat we doorzetten en hun ook kunnen verslaan. En ik denk dat Frankrijk enzovoort, dat echt lastig wordt. Maar we gaan het zien. Met wat voor systeem moeten we de volgende ronde in? 5-3-2 of 4-3-3? 4-3-3 ben ik voor. Toch? Ja. Denk je ook dat Nederland wereld of Europees kampioen wordt? Ik bedoel, er zijn te veel goede teams dan. Er zijn wel soort van beter, maar ik hoop het wel van Nederland. En wat vind je van de bondscoach? 5-3-2 systeem? Ja, niet, ik denk dat het kan wel beter zijn, maar het is wel nog tot nu toe wel goed. Maar geen 4-3-3? Geen 4-3-3. Daar heb ik echt geen idee. Wat denken jullie? Ik denk wel. We hebben er vertrouwen in. Ja. Allemaal? Ja. Ik hoop het wel. Oké. Okay. Ja. Wie van jullie kijkt er allemaal voetbal? Ik heb. Af en toe. En wat vind je van het Nederlands elftal? Ik vind het leuk, maar ze spelen soms heel slordig. Mondkapje af. Soms speelt ze heel slordig? Ja, heel slordig. Ligt dat een beetje aan het systeem? Nou, ja. Of ligt het aan de boer? Wat zei u? Of ligt het aan trainer de boer? Nee, weet ik niet wie dat is. Ken je de trainer van Nederland zelf dan niet? Oh. Frank de Boer. Oh, nee. Ja, die ken ik. Hij doet wel goed, hè? Ja. Oké. Okay. Mensen, bedankt, hè? Ja, alsjeblieft. Hoi, hoi. Het vinkenplantje. Dat is prachtig. Ja, maar die hebben passie, hè? En dat moet in het veld ook gezien worden, die passie. Maar zij hebben de passie dus wel? Ja, absoluut. Ja, dat is mooi om te zien. Ja, die mensen die gaan ervoor. En als er een goal valt, dan springen ze omhoog. Huppakee, goal, yes. En wat zie ik dan bij die... Ja, je ziet dat wel een beetje, maar je mist gewoon de hele intieme beleving. De intense beleving mis je dus een beetje. Dat goal is daar ginds, daar moet je naartoe. Tussen die vier palen, daar moet je het verhaal neerzetten. Bam!